Bram, trap de hek kapot. Oh, echt? Ja, doe maar. Film eerst, Bram, door. Hebben we een ongeluk? Ja. Hebben we een ongeluk? Ja. Dick. Hé, hey, we moeten eerst even uit, hè? Wat? We kunnen hem toch niet zo laten lopen? Oh, dat mag wel, hè. En dat milieu dan? Slecht voor het milieu? Oh, nee. Nee. Maakt niks uit? Nee. Zo, maar anders krijgen we ruzie met al die milieuorganisaties als die vrachtwagen zo blijft lopen, hè? Oh. Maar goed, ja, hoe op het idee gekomen om te gaan zingen? Ja, ik begon eigenlijk al als kind af aan. Ja, ben ik nog, maar zeg maar, toen ik 6 was, treed ik al op bruiloft. Toen zijn we zeg maar op plotseling een liedje gaan maken. Dat werd een dikke hit. Ja. Kunnen we even hier binnen verder praten? Ja, tuurlijk. Ja, je... Wel je schoentjes uit? Schoentjes uit? In de wagen. Doe jij dat ook? Ja. Oh, god. Wat? Oh, ik doe het niet goed. Hier moet je vast. Ja, ik zal... Wat doet nog zeer ook nog op blote voeten, joh. Maar deze week dacht je... De tweede hit, die moet er komen. Ja, ja. Ja, eigenlijk, hij gaat ook wel eigenlijk heel hard. Doe je schoenen nu maar uit in mijn wagen, want ik ben zuinig, ja, zuinig op mijn truck. Komt er nu allemaal op je af na dit succes? Nou, best veel. Allemaal berichten. Dames? Ha, nee, dat ook niet. Nee. Die mogen al wel komen, of? Ja, mag wel, hè. En kun je ook al rijden? Ja, kan ik wel. En dat doe je dan ook wel stiekem? Jawel. Kunnen we misschien stiekem... Natuurlijk. Vooruit. Ja? Oh, daar gaat hij dan. En voel je daar nog iets van angst, hè? Gewoon rijden. Als ze jou eigenlijk naar Denemarken willen sturen, dan ga je ook. Ja, kan wel, maar ja, ja, dan word je nog wel aangehouden door de politie. En dan denk ik van, hè, heel veel jongens dromen ervan om profvoetballer te worden. Ja. Dat is niks. Bram, trap de hek kapot. Oh, echt? Ja, doe maar. Film eerst, Bram, door. Hebben we een ongeluk? Ja. Hebben we een ongeluk? Ja. Maar, oh. Ja, we kunnen denk ik best wel even stoppen. En wat nu? Ja, niks. Kunnen we niks aan doen, hè? Dat hoort erbij. Ja, maar ja. Zit hij vast in de hek. Ziet er niet echt gelukkig uit. Jij kunt er wel om lachen. Ja. Ik denk dat je vroeg naar bed wordt gestuurd vandaag. Oh, dat bepalen we niet. Ja, wat is er gebeurd? Een hekje, of niet? Dat was dan de zingende vrachtwagenchauffeur. Ze zijn snel gestrand. Dat kun je niet opnieuw nemen, kan. Wat is er misgegaan? De bocht tekort. En als vader, u lacht nog wel, maar het is wel uw hek is naar de Filistijn. Ja. Opa is een hek. En u? Dan gaat hij betalen. Oh. Ja, ik zat te gillen, hè. Ik zag het aankomen. Ja, ik zag u wel schrikken, ja. Ja. Ik dacht dat die auto meegenomen werd in eerste instantie. Maar goed, dat komt goed. Wat zeg u ervan als u het hek zo ziet? Ja, het is wel triest, maar ja. Dat morgen is het allemaal weer anders, hopen we. Hij mag blijven rijden van u? Hij mag van mij blijven rijden, ja, beslist. Ja hoor. We zijn gestrand, Dick. Ik zeg, zing nog maar een liedje. Doe je schoenen nu maar uit in mijn wagen. Want ik ben zuinig, ja zuinig op mijn truck. Mijlen rijden, weken, uren, dagen. Dit is mijn droom, ja, dit is mijn geluk. En als ik een verzoekje, misschien is het voor de volgende hit het wagen tegen de hek? Ja,
zeggen we, doe je wagentje nu maar even tegen het hekje aan en dan rijden.